Want wij vieren vandaag namelijk dat u Nederlander of Nederlandse bent geworden. En dat vind ik altijd heel bijzonder. En vandaag mag ik 7 mensen gelukkig maken. U komt uit heel verschillende landen. Sommigen komen van heel ver. China, Afghanistan, Indonesië, Irak. En sommigen van veel dichterbij. Want zometeen mag ik de dames Kirstie van der Post en Taraya Dimmek de verklaring van verbondenheid afnemen. En daarmee wordt ook u Nederlandse. U heeft op dit moment een Britse nationaliteit. En je kunt dus ook, in andere woorden, dat spreek ik vooral even aan de mensen die van veel verder weg komen, u kunt dus ook gewoon uit een buurland van Nederland komen en die nationaliteit aan willen nemen van ons. Alhoewel dat bij Taraya niet helemaal klopt, want u komt oorspronkelijk uit Australië. Nederland is altijd een land geweest waar mensen welkom zijn. Waar we elkaar respecteren, waar we verdraagzaamheid met hoofdletters schrijven. Nederland is een land waar iedereen in beginsel gelijk is. Dat betekent dat we allemaal dezelfde rechten en plichten hebben. En het maakt dus niet uit of je christen, islamiet, homo, man of vrouw, liberaal of socialist bent. Daar maken we geen onderscheid in. Rahmat, waar kom je vandaan? Ik kom vanuit Afghanistan. Wat betekent voor je om Nederlander te worden? Ik vind het echt bijzonder en ik vind me leuk, fijn. Ik voel me fijn. En ik had voor dit 9 jaar gewacht. Dus ik heb heel veel meegemaakt en dan uiteindelijk wel Nederlands geworden. Voel jij je welkom in Wijchen? Ja, zeker. Ik woon in Wijchen, in een kleine dorpje in de gemeente Wijchen, in Herne. Dus ik werk in Wijchen, dus ik voel me welkom. Ik kom oorspronkelijk uit Engeland, ja, ten noorden van Londen, een heel klein dorp in het platteland, heet Castlethorpe. Ja. Kom je vandaag met je gezin of familie? Ja, ik kom met mijn man, mijn dochter, mijn schoonmoeder, mijn baas en 2 goede vriendinnen en een buurvrouw. Oh. Ja. Voel jij je welkom in Wijchen? Oh ja, ja, we zijn hier nu 9 jaar geweest. Veel geweldig, een mooie plek, ja. Ja. Iglas, waar kom je vandaan? Ik kom uit Irak. Ga je vandaag vieren? Ja, voor nationaliteit gekregen. Ik ben niet blij vandaag. Vandaag is een bijzondere dag voor mij. Kom je alleen vandaag hier of kom je met jouw gezin? Ik kom met mijn gezin, mijn dochter met mij. Ja, ja. Dankjewel. Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk van Nederland vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Dat verklaar en aan beloof ik.